Het Kunstmuseum maakt al jaren een serie kinderboeken bij tijdelijke tentoonstellingen. Allerlei auteurs waren daarvoor gevraagd. En nu heeft Georgine Overwater ook het boek gemaakt, Berlage en een boef in het museum. Nou, die boef zie je hier hangen, dat is een vos in de lift. Dat is wel grappig. Het gaat over een vos die in het museum komt en zijn hol net zo lollig wil hebben als het museum. Denkt dat hij stukken eruit kan jatten en dat kan niet. Maar uiteindelijk komt iemand die toch wel heel erg op Berlage lijkt en zegt, zeg ventje, ga jij maar mee naar het kinderatelier, daar kun je je eigen kunst maken. Nou, dan gaat hij ongelooflijk aan de slag en sleept dat allemaal mee naar zijn hol. En dat eindigt met een diep tevreden vosje in de duinen. Een grappig boek. Het benadrukt het feestelijk karakter van het museum. En ook tussendoor even de collectie. Als je het koopt voor je kind of kleinkind, is het leuk met z'n tweeën te kijken. En vervolgens bij een bezoek eens te zoeken of je misschien die prachtige tulpentoren ergens ziet staan. En waar? Ja, ik kan het verklappen hoor. In de stijlkamers, beneden op de begane grond. Altijd leuk zo'n kinderboek.